Karin Nijmschoot met Impje Montwijns. Vandaag stellen we jullie een witte wijn voor. Want dat hoort uiteraard bij dit prachtige weer dat we hier hebben. Het is de Motobello van Francesco Brigati. Motobello betekent prachtige heuvelen, mooi uitzicht, lovely hill zoals dat heet in het Engels. En dit is gesitueerd in Alto Piemonte. Alto Piemonte wordt gevormd door de provincies Biella, Vercelli, Novara en Verbano. Deze Motobello is van de druif Erbalucci in principe, maar dat mag niet gezegd worden. Omdat er een geschil is tussen uiteraard in Turijn, wat men rond Turijn, wat men een Erbalucci noemt, en dus dit domein hier in Alto Piemonte. Dit domein, ik bedoel ook alle andere producenten uiteraard uit Alto Piemonte. Dus we hebben te maken met een Erbalucci die hier Greco Novarese noemt. Motobello is dus duidelijk een product van de hand van de meest talenteerde wijnmaker, namelijk op vlak van deze productie, en daarmee bedoel ik dan de Erbalucci uit Alto Piemonte. Francesco Brigati hebben we leren kennen, eigenlijk in principe via andere producenten die ons naar hem toe verwezen voor deze witte wijn. Omdat volgens hun de beste productie kwam van dit wijnhuis Francesco Brigati. Maar via natuurlijk zijn witte wijn hebben we dan ook de Maria Vespolina leren kennen, de Barbera Campazzi, de Nebbiolo Mozziflon, zowel als de Motfrai en de Gemme Oltre il Bosco. Het is een wijnhuis met een zeer grote diversiteit, gelegen in Suno. Wat is er te vertellen over de wijngaard? Het is zo dat dit 2,5 hectare is. Er zijn 2800 kilo die komt van 1200 planten, een wijngaard van 30 jaar oud. En met een productie waarbij we dus eerst na de zachte persing 8 uur hebben dat er een maceratie plaatsvindt op de schil. Daarna gaat deze wijn in steel tanks, dus in inox tanks, waarbij hij op 17 graden eigenlijk zijn rijping, gecontroleerde 17 graden, verder zijn rijping gaat doorgaan. En dit namelijk gedurende 4 maanden. Na 2 maanden rijping op fles mag deze de kantine verlaten. Wat valt er te vertellen over de wijn zelf? Het is een wijn die de strogele kleur heeft. Een wijn die best gaat met vis- en schaaldieren. Een wijn die je precies kan zeggen dat hij ook samengaat met gegrilde gerechten van wit vlees. Ook met zachte kazen. Deze wijn heeft een perfect evenwicht tussen de enerzijds de zuurtegraad en de mineraliteit, want de mineraliteit komt er heel sterk in voor. We hebben hier te maken met aan de neus acacia honing, wilde bloemen, met basilicum. En dus het is een droge wijn waarbij we kunnen zeggen dat dit echt wel een wijn is die je moet proeven. Deze zomer. Zeker nu we terug voorraad hebben, waar we toch wel vrij lang hebben moeten op wachten. Wanneer we deze wijn verder gaan ontdekken, dan zien we natuurlijk ook dat er nog meer te vertellen valt. Citrusvruchten, jasmijnbloesem en kamille vallen op voor de neus. En uiteraard het evenwicht dat er is tussen de zuren en tussen de mineraliteit wordt alsmaar sterker.